Vaak denken mensen bij vleermuizen, oeh, die wil ik echt niet in mijn huis. Omdat we vanuit het verleden heel vaak hebben meegekregen dat ze in sprookjes voorkomen en dat ze mensen bijten en dat ze worden ook geassocieerd met heksen, wat allemaal echt onzin is. Vleermuizen zijn gewoon bijzondere nuttige dieren om rondom je huis te hebben. En dan moet je eens bedenken, vleermuizen die eten 1000 tot 2000 muggen per nacht. Dus als jij dan in je slaapkamer ligt en helemaal gek wordt van het gezoem van die muggen, dan zijn die vleermuizen buiten keihard bezig om al die beestjes weg te vangen. En daarmee bewaren we eigenlijk gewoon een natuurlijke balans. Ja, wat de meeste mensen niet weten, is dat als je bijvoorbeeld je dak gaat isoleren of je spouwmuur gaat isoleren, dat daar mogelijk dieren in kunnen zitten. Denk aan vleermuizen, gierzwaluwen, huismussen. Als je nou wil isoleren en je wil rekening houden met de dieren, zijn er mogelijkheden om inbouwstenen te plaatsen tussen je spouwmuur. En wat je doet, is dat je tussen je muur, je hebt hier de isolatie van de muur zitten, daar bouw je gewoon een kast in en je kunt dat blad, dat spouwblad hier voorzetten, dat het helemaal netjes ingebouwd is. Je hebt alleen een gat zitten en dan kunnen de dieren in.